Hallo back Legion en welkom bij een nieuw part van Forza Horizon met Audi R8. En we gaan nieuwe PR dingen doen weer. Alweer. Ik ga even kijken. Skill reeks. Voer 1 burnout skill en 1 slip uit dezelfde reeks. Laat je op als een afspinnen om een burnout skill, dat snap ik. Draai auto met de handen en rij weg in tegenovergestelde richting. Oké, die slip die moet ik ook doen. Activeer 3 verschillende radarcontroles met totaalsnelheid, dat is ook het probleem niet. Rij met de snelheid van meer dan op trajectcontrole. Huppeldepup, dat is ook niet zo moeilijk, denk ik. Rij van buitenpost naar buitenpost. Dat is op zich ook niet zo moeilijk. Ik denk dat we deze wel helemaal gold kunnen krijgen, dat ik mijn best doe. Ah, hier. Nou, hier, daar deed ik al niks voor. Die ene was een sidelinks, toch? Nou, ram een willekeurig voorwerp tijdens een drift om een sidelinks combo uit te voeren. Bam, sidelinks. Dat was ook een probleem niet. Dat was vrij simpel. Oké, we zijn erbij. Nou, dat gaat best hard zo. Zo, dat ik denk dat we normaal nog wel koppijn hadden. Waar moeten we heen? Gladstone Creek? Naar de Montana Plains buitenpost. Waar is de Montana Plains dan? Is dat die? Dit is de Montana Plains buitenpost. Dan moeten we helemaal daar langs rijden en 2 minuten nog wat. Is allemaal prima. Dat kunnen we prima doen. Nadat we het PR ding hebben gedaan. Want dan zijn we hier klaar en dan kunnen we toch naar Montana dinges. Waar we ook nog allerlei dingen moeten doen. Dat lijkt mij tenminste de handigste. We gaan even gewoon puur de PR dingen doen. Of je het nou leuk vindt of niet. Nee, ik neem aan dat jullie het wel leuk vinden. Ik zie daar niet echt een probleem in. En ja, het helpt ons natuurlijk om sneller bij de festival race te komen. Zodat, alles wat ik nu doe zorgt gewoon voor dat ik niet elke keer er helemaal naartoe hoef te rijden. En nu wel, want dan kost het ons anders credits. Aardig wat ook. Dus vandaar dat, dat we dat nu even gaan doen, hebben we alles gratis. En dan dan kunnen we overal snel alle festival races op een gegeven moment doen, achter elkaar door. Dus dan is het puur racen, racen, racen. Oh, ik vind het echt zo'n niet mooie auto. Ik vind het echt geen mooie auto. Hennessy Venom GT. km/u en vliegend. Telt het niet mee, game? Ik vloog. Dat is toch meer punten waard, of niet dan? Dat was echt gewoon 10 punten waard. Oh, we gaan er helemaal niet in zitten, want dat wordt helemaal een ramp als we dat gaan doen. Kom op, kutbak. Echt. Kom op, auto. Fuck off, PT Cruiser. Hier, bam. Was de snelheid 288. Oh, net niet, oké. Okay. Oh, wel. Oh, 289. Wat cheap. Oh, dat was lucky. Ik dacht van, kut, die hebben we weer niet. Omdat ik tegen een muurtje knalde links. Damn. Dat was echt lucky. Dat was zo belachelijk lucky. Yay, voor lucky zijn. Volgende, Ferrari 250 GTO. Dat is een hele oude. Daarna met een ruf. 22.000 punten. Pff, nou, dat is wel te doen op zich. Als je kijkt, met een Mercedes duurt het ook godzolang. Maar uiteindelijk hadden we iets van 46.000 punten. Dus ja, het werkte wel. Dit is echt ook echt een... Ja, Ferrari. Die uitlaat ik zo. What the fuck zit daar in het midden onder, joh? Wat is dat?
Dan vak ik me dat voorstellen. Wat is dat? Dat tussen de uitlaten in, hè, dat vernachelt je zo hard bij een drempel in Nederland. Dan blijf je er gewoon achter haken. Damn, dan ben je gelijk insta-def. Dan vlieg je heel hard over de kop. Nee, dat valt mee, maar dan zit je gelijk vast op de drempel. Dat weet ik zeker. Wat ik ook nog wil hebben, is volgens mij dat wat voor ons rijdt. Nee, geen Range Rover, fuck off. De Mercedes SUV. Die wil ik ook graag hebben, die wil ik ook tunen. Die lijkt me ook super vet. Dat lijkt me echt leuk om te doen. Want die heb ik in GTA 5 ook, GTA Online. Heb ik ook een, dat is dan de Dubsta heet die. Dat is ook zo, die heb ik echt getuned als een Mercedes ding. Sven heeft die, Sven heeft die echt als off-road safari-achtige auto. En ik heb die echt als spot Mercedes, zeg maar, gepakt. En ik vind hem wel echt vet. Ik vind hem een leuke auto op zich. Dat was er nog maar net. Nog 2 kilometer en het halfbakken doodskistje. Met drempelpinnen aan de achtergrond. Achterkant. Achtergrond, zei ik volgens mij. Mijn Nederlands echt... Ik heb vandaag al meerdere video's opgenomen voor Forza Horizon. En elke video faalt mijn Nederlands. Vernietigd Tokio. En weer terug. En nog een keer wel beneden in Tokio. Zo ver valt het. Is heel ver. Als je dat moet lopen, ik ben mij wel even bezig. Damn, want de fiets zelfs. Met de brommer, dan hoef je minder te doen. Maar dan nog zou ik het niet doen met de brommer. Wat ben jij? Je bent een oud BMW'tje. Waarom moet ik helemaal hier naar die fucking andere outpost rijden? Voor wat? Voor die waterval, you serious? Oké, we gaan uit de foto met de waterval. Whoopty fucking do, de Finley Falls. Prachtige foto. Ik ben een super goede fotograaf, ik weet het. Ik ben een super goede fotograaf. Ik flik gewoon een beetje die sticks in het rond en druk een knopje en klaar. What the fuck zitten wij die BMW te bekijken? Van heel dichtbij. Zit die BMW van binnen te bekijken, the fuck. Dat zag er heel dom uit, game. Come up. Dank u. Hey, de RUF. RT8. Ik weet niet of dat de snelste, de beste RUF was. Volgens mij wel. Ik vind het wel jammer dat Porsche er niet in zit. Aan de ene kant ook ben je raar. Volkswagen zit er wel in. Audi zit er wel in. Bentley zit erin. Lamborghini zit erin. Allemaal van de Volkswagen Group. Onder één dak zit het allemaal. Allemaal van Volkswagen. Maar de Porsche zit er ook onder. Maar die zit niet in de game. Dat vind ik wel jammer. Dat is allemaal RUF. Dat is allemaal een soort... Ja, RUF. Ik heb het opgezocht. Post terug. Allemaal... Oh, fuck. Ik moet met mijn punten bezig zijn natuurlijk. Op de kaart, op de kaart, op de kaart. Houd je bak. Kussen door. Maar RUF is... Ja, die... Alle auto's zijn gebaseerd op de Porsche. Dus net zoals met Nvidia en AMD. Maar je hebt XFX, EVGA, Point of View, MSI, Gigabyte. Dat zijn allemaal retailers. Van een bepaalde videokaart, een reference card van Nvidia of van AMD. Maar die maken er allemaal hun eigen versie van. Dat doet RUF eigenlijk ook een beetje met de Porsches. Die heeft allemaal de body van Porsche. Maar ze zijn totaal anders. Dat is wel apart. En echt snel vind ik deze ook nog niet. Zo. Kunnen we hier weer rakelingsdingen doen? Zal leuk zijn. In 400 yep. meters, turn left. Even iets meer punten halen voor de combo. En dan komt alles goed. We moeten een keer 4 hebben nu. En hoe meer we krijgen, hoe meer punten we krijgen, hoe beter het is voor ons. En hoe meer combo trouwens ook. Combo is aan de ene kant nog wel belangrijk. Als we nu 4 hebben als combo.
Dan zijn we ook binnen. Want dan hebben we 20.000 en we hebben al 2.000 punten vandaag. Dat halen we net niet, hè. Oh, oké, goddank. We hebben net gehaald. 950 punten boven de target. En dan halen we nog wat meer punten natuurlijk, maar... Ik was bang dat het net niet ging lukken. En wat als ik dat nu weiger, game? Wat dan? Hoeveel punten? Ik heb een M 32.000. Mooi. 10.000 punten erboven. Perfect. Weer een gratis ding. Woehoe. 100% snel reizen. Super fijn. Super fijn. Kom nog een van... What the fuck? Allerlei geluiden van links naar rechts. Auto's. Dan gaan we nou met de R8 GT. Van deze naar die andere toe. In 2 minuten nog iets. Op de kaart, op de kaart, op de kaart. Gaan we Fedora raadplegen. Daar, die moeten we naartoe. 7 kilometer in 2 minuten 40. Oh my god, dat wordt wat. Oké, vol gas. Daar gaan we dan. Ik hoop maar dat het al goed komt. Normaal heb je nog wel wat tijd over als je tegen auto's aanknalt, zoals wat ik deed. Meestal heb je dan nog wel iets tijd over om in te halen. En ze gaan er waarschijnlijk ook uit van een normale R8 en niet van deze. Hoop ik. Dat was sneller dan er tussendoor vliegen, denk ik. Alhoewel, ik had het wel sneller kunnen doen, die bocht. Maar... Deze R8 is aan de ene kant ook echt heel onbestuurloos. Oké, niet goed fatsoenlijk besturen. Fuck off, shortcut, bitch. Ah ja, we hebben nog totaal speed inderdaad met die dingen. Snelheid bepalen. We zijn er al bijna, we hebben nog een minuut over. Joh. Damn. Aan de kant, Maserati. We moeten wel een goede topspeed voor Fox X game. Oh, is het trajectcontrole? Nee. We moeten 400... Nog wat. 483. We moeten nog één snelheidsmeter hebben. Dat kan zelfs op 60 km per uur. Een beetje. Zelfs op 60 is het niet goed en we krijgen er één. Oh. Nee, auto, rechts draaien, dank u. Oh, dat halen we nog wel. We hebben fucking 50 seconden over. Ah, die snelheidsmeter halen we nog niet. Die halen we zo wel. Bam, 40 seconden over, joh. Damn. Ah, nou alleen door die snelheidsmeter daar nog rijden. Dan hebben we die gold dinges ook. En dan moeten we nog één ding. Ik weet alleen niet meer wat dat was. Fuck off. Wat het ook was. Zo hard hoeven we toch niet te rijden, dus... Kablam. De 1000 club. Oké, het enige wat we nog moeten is trajectcontrole. Van meer dan op de trajectcontrole RT20. Clifton Valley. Oké, waar is Clifton Valley dan? Clifton Valley. Clifton Valley. Is dat hier? Nee, dat is Red Rock. Clifton Valley, radarcontrole. RT20, die. Oké. Is dat het? Dat valt nog mee. Die kunnen we ook, die moeten we ook nog steeds doen. Deze moeten we ook doen. En we gaan ook eerst deze doen. Deze PR dingen. Oh, super drift. Maar we gaan dus ook eerst deze PR dingen doen. Omdat we er toch zijn. En het bespaart zoveel geld. En we krijgen er geld voor ook nog volgens mij. Als ik me nog goed herinner, denk ik niet meer. We krijgen er wel iets voor. Dat is al goed genoeg. We krijgen korting. This one's tricky.
Get through that speed trap fast and you'll start turning some heads. Ja, dat snap ik. Dit is denk ik de snelste rough in de game. Ik weet niet waarom. Ik denk dat deze sneller is dan waar we net mee rijden. Waarom moet je me niet vragen, want dat weet ik dus niet. Maar het vermoeden heb ik gewoon. Oké, 1,6 kilometer met dit ding. Dat komt helemaal goed. ...241 km/u. In 400 meters, you will arrive at your destination. Ja, bam. 243, maar 245. Dat ging nog maar net zo goed. Yay. Volgende PR. Nissan GT-R uit 1971 voor Christus. Dat is heel lang terug. En dat is een D-klasse auto. Damn, wat lelijk. Maar dat is dat ding met die spiegels voor op de motorkap, inderdaad. Echt zo'n hele oude is dat. Maar ik denk, hè, die gaan we ook kopen. We gaan die Mercedes kopen, we gaan deze ook kopen. We gaan nog zo'n Mercedes SUV-ding kopen. Maar deze ook, die zijn we ten eerste nodig voor die race. Die groene race nog die we moeten. En daarnaast, deze kun je waarschijnlijk converten met een Nissan GT-R uit 2011 ding engine. En dat gaat dan echt een ziek oud klein kut ding worden van hier te Tokio. Hier moet je kijken, zo'n mooie Datsun. That works for me. Ja, prima. It's perfect. Ik weet zelfs wat ze zegt. Zo erg is het al. Ik kan gewoon lip lezen. Heeft er niks mee te maken, maar ik kan gewoon lip lezen. Kan ik niet zo uit, echt. De laatste was met een... Weet ik niet meer. Maserati? Ik weet niet meer wat het laatste ding was. De punten. Ik weet ook niet hoeveel punten. Niet op gelet ook weer. Was met een Jaguar. Huh? 7500 punten? 7500? In 2 minuten? Wat kan die... Kan die auto alleen maar achteruit rijden of zo? The fuck? Die heb ik zelfs. 7500 punten? Damn. Ah, het verschilt misschien per ding of zo. Dat het moeilijk of makkelijk wordt. Maar... The fuck? Alhoewel. Ik zie alleen maar rond. Damn. Drift! Dank u. Hij rijdt wel fijn, moet ik zeggen. Ik vind het ook wel een leuke auto op zich om te zien. Ik vind het geen lelijke Jaguar. Oh, wauw! We hebben nog niet genoeg punten! Nou moeten we toch wel heel erg ons best doen. Hey Prius, fuck jou. Turn right. In 400 meters. Oh, ik heb denk ik al wel genoeg punten. Yay, almost famous. Level 50. Een famous rank. Kablam. Krijg er 4000 cash voor, hè, van Adidas. Oh. Nog fucking 25 seconden, you serious? Maar zo chill, we komen steeds dichter bij nummer 1. Waarschijnlijk hebben we ook weer een barn fight met geluk. Nu, of een showcase event, een van de twee. Fuck jou, Prius, Staff, kut auto. Nou, ik vind dit wel een mooie Jaguar. Wow! Wow! The crowd loved you, and we got some great footage from
for our promos. Yay, 100% korting. Hoi. Terug naar de Audi R8. En we gaan de trajectcontrole doen. Omdat het kan. Ik ben benieuwd namelijk. Ik heb nog geen enkele auto. Die TT is ook eentje waar ik 4 gouden dingen mee heb. Maar dan moet ik nog 1 gouden ding mee hebben. En nou met de R8 dus ook. En ik weet niet wat er gebeurt als je 5 dingen hebt. Misschien krijgen we dan wel... Nee, ik weet niet wat ik krijg. Ik denk niks. Ah, showcase. Dan gaan we dan ook doen een showcase. En dan gaan we doen in het volgende part. Dan gaan we weer een showcase doen wat lang geleden is. Gaan we weer een auto winnen. Laten we eerst even dat ding op de map zetten trouwens. Voordat ik zo blij ergens naartoe rijd. Daar moet ik naartoe. Oké. Jee, we zitten in een Audi R8 met rode stiksels op het stuur. Cockpit racen is op zich al leuk, maar aan de andere kant is het nog niet als te makkelijk af en toe. Vooral niet op belachelijk hoge snelheden zoals bij deze game. Maar het verschilt ook per game trouwens, dat het wel of niet fijn is, moet ik zeggen. Ah, fucking titanium klote bosjes. Ik ben geen hekel aan jullie. Oh ja, volle gaas, volle gaas. Oh, boom. Ik zag de boom, maar het was toen al te laat. Het was al geschiet, wij waren dood. Wee Beetle, fuck jou. In 400 meters, turn right. 400 meter, dat is ongeveer hier. Boom! Dank u. Timing, hè, is dat. Dat is gewoon timing. Ik wist dat die boom er stond en ik moet afremmen. Dat gaat nooit lukken, dus doen we het wel op deze manier. Nou, kom eens hier daar. Het resultaat. Boom. Harrington! Hallo, Harrington. Oké, daar gaan we dan voor de track. Controle terug. We gaan voor de track controle, maar wel alvast beginnend vanaf daar. Oeh, dat is weinig gebouwd mee. Wel beginnend vanaf hier ergens. En dan kunnen we vol gas of voorbij vliegen. Wat inhoudt dat we al een hoge topsnelheid hebben. Hé, dus over nagedacht. Op paal. Vanaf hier ongeveer. Alright, volle gas, volle gas. Gas, gas, gas. Weet al niet meer wat de speed moest zijn. Ben ik nou echt voorbij de dingen gereden? You serious? Even kijken, dat ding van de kaart afhalen. Volgens mij werkt het namelijk ook niet. Als die op de kaart staat, dan werk ik de rijcontrole ook niet helemaal jovi, dacht ik. Fuck jou, Prius. Daar van eind. Wee! Gaan we weer. Nieuwe poging. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Oh, kutzooi. Gevaarlijk. Kut, Beetle. Oh, je stuur 145? Ik dacht 245. Pff. Als dat alles was. Jee, we hebben 5 dingen. En nu? Niks. Gewoon niks interessant. Oh, jawel. Ah. Ah, niks interessant. Oh, daar krijgen we 20 G voor. G. Kijk, die hebben we bijna ook allemaal. Ik heb... Wat kunnen we met G dan? Ah. 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 Nee, niet. Medaille is 1 van de 5. Die is klaar. Wat kunnen we ermee dan? Helemaal niks. Het is alleen maar voor het interessante doen. Of zo.
Kijk, die team ook alleen festival event nog. Maar die had ik nog niet. Juist, het doet dus gewoon geen zak. Wauw, al die fucking moeite voor niks. Ja, we moeten die race nog doen. Dat is de enige groene race. Dan hebben we nog een showcase. Dat is niet die, fuck showcase. Dat is die race hier. Rough and ready, dat is dus een rough die we krijgen. En we hebben die ook nog steeds. Die outpost moeten we ook nog steeds doen. Die outpost hebben we 0. Die outpost is 0. Deze outpost is niet 0. Die is 75, dacht ik. Of 50 bedoel ik. Daar moeten we nog eentje van hebben. Deze is ook nog... Oh, die is ook een 0. Deze is nog niet 0. Die is 0. Daar is 0. Die is nog volle pond. Die ook. Dus er zijn er nog een paar die we moeten van al die dingen. En voor de rest hebben ze op zich allemaal wel. Dat is niet slecht. Deze moeten we ook nog. Maar we gaan in de volgende part gaan we die Mercedes kopen. Die andere Mercedes. Die lelijke Nissan GTR 1971 voor Christus. En daar gaan we maar even tunen en dingen mee doen. En dan gaan wij de showcase doen. En we gaan Ali verslaan. Die twee dingen gaan we doen. Dat staat al lang te wachten. En we gaan die race bovenin misschien nog doen als er nog tijd is. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat het even weten in de comments natuurlijk. Geef een groen duimpje. Zet hem in je favorieten. En deel hem met je vrienden. Ik zie je weer in de volgende video. Laters.